Zondagmiddag om 14:30 neemt de formatie van Philippe Cocu het op tegen FC Groningen in Gelredoom. We blikken vooruit met de trainer en middenvelder Marco van Ginkel. Ja, trainer, een mooie overwinning tegen Cambuur. Hoe kijk jij terug op die wedstrijd? Het was natuurlijk een wedstrijd waar eigenlijk heel veel op het spel stond voor ons en voor Cambuur eigenlijk niet meer. Ja, dan is al het verwachtingspatroon van tevoren, dat gaat Vitesse wel even doen, maar je kon wel merken dat in de eerste helft al bij ons echt wel wat spanning op de wedstrijd zat. Ja, later in de tweede helft hebben ze dat gelukkig van zich af kunnen gooien en ik denk dat we een veel betere tweede helft hebben gespeeld, goede goals gemaakt en met teamman denk ik ook heel netjes de overwinning binnen hebben gehaald. We hadden de punten hard nodig en uiteindelijk behaald, daar waren we heel blij mee. Ook een soort opluchting denk ik omdat Emme 's avonds verloor. Dus achteraf een heel goed weekend geweest. Die drie punten, geven die dan ook een positieve stimulans? Ja, zeker. Maar we hebben natuurlijk die wedstrijden daarvoor Go Ahead gewonnen, NEC gewonnen. Dus van de laatste vijf wedstrijden heb je goede punten behaald. En nu Groningen, die wil je ook graag winnen. Ja, en dan met Feyenoord zit het seizoen er alweer op. Ja, de thuiswedstrijd tegen Groningen, dat is de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Vitesse kan de 300ste overwinning boeken in het Gelredome. Dat is eigenlijk wel een mooi gegeven om het seizoen mee af te sluiten. Nou, ik vind sowieso dat wij alles op alles moeten zetten om die wedstrijd te winnen thuis. En ik vind ook dat we nu de extra spanning misschien van het team af is. Dat we dat ook moeten laten zien. Dat we en goed voetbal kunnen spelen en een resultaat kunnen halen. Dat zal de insteek voor zondag zijn. Ja, Groningen is gedegradeerd al. Net zoals vorige week tegen Cambuur. Speelt dat mee? Of je kijkt, zegt altijd, we moeten naar onszelf kijken? Ja, omdat kijk, bij hun zit er helemaal geen druk op. Het is een beetje vergelijkbaar met Cambuur. Ze zetten de tegenstander vaak hoog onder druk. Ze proberen van achteruit gewoon te voetballen. Voetballen een aardige ploeg aan de bal. Best comfortabel. Ook jongens die het verschil kunnen maken. Het zal daarom zeker moeten ze niet onderschatten. Dat zal zeker geen makkelijke wedstrijd worden. Ze hebben heel veel wedstrijden ook nipt verloren. Ja, wij moeten gewoon vooral naar onszelf kijken. Een volgende stap zetten in. Nou ja, zorgen dat we ook de eerste helft met het vertrouwen wat we nu gekregen hebben. Het vertalen naar het veld. En ook min of meer vrij gaan lopen voetballen. Je hebt een brief geschreven aan de supporters. Maar jij bent zelf 4 maanden geleden thuisgekomen. Ja. Kan je misschien ook even kort omschrijven wat het thuiskomen voor jou betekende? Ja, uiteindelijk na een jaar of 10 terugkomen in Arnhem. Veel gezien in het buitenland, ook in Nederland, maar weg van de club geweest. Nu weer terug een aantal maanden en voelt goed. Een aantal mensen die ik nog kende, die werkten er nog. Uiteindelijk dicht bij mijn familie, bij mijn vrienden. Dus dat geeft wel een warm gevoel. Ja. Je zal de fans komende zondag voor het laatst zien in Gelredome dan. Heb je nog een boodschap voor ze? Ik wil sowieso alle fans in het stadion of uit de zijde. Ik wil ze gewoon bedanken, want ik denk dat ze ook hebben laten zien, zeker op het moment dat iedereen het echt wel in de gaten kreeg, dat we echt in een hele moeilijke situatie zaten als ploeg en als club. Dat ze achter het team en achter de club zijn gaan staan. Ja, bijna een uitverkocht huis, een fantastische sfeer in het stadion om de ploeg te ondersteunen en te helpen. En natuurlijk heb je ook samen je teleurstellingen te verwerken als het een keer niet goed is, maar ook de mooie momenten samen te delen. En ik denk ook dat zij als fans nu voelen van als wij dit teweeg brengen in een Gelredome uit te scheiden, dan doet dat met het team. Dus daarvoor wil ik iedereen danken. Hoe wil je het seizoen afsluiten? Het belangrijkste vind ik dat we nu een beetje de schoon van ons afgooien, omdat de echte druk eraf is. Maar ik wil ook dat het team door blijft gaan en gas blijft geven om het maximale uit het seizoen te halen, waar dat uiteindelijk ook is. En niet achterover gaat leunen om te zeggen, nu zijn we veilig, nu kunnen we het rustig aan. Komende zondag, laatste thuiswedstrijd. Heb je nog een boodschap voor de fans? Een boodschap, uiteindelijk natuurlijk seizoenskaart verlengen. Dat zou mooi zijn en volgend jaar toe. Ik hoop dat we samen met de supporters wat moois kunnen neerzetten. Wat beter dan dit jaar, dat lijkt me duidelijk. Uiteindelijk wil ik de supporters ook allemaal bedanken natuurlijk voor de support, ook al was het een heftig jaar. Maar die support hebben we zeker gevoeld. Vooral ook de laatste wedstrijden denk ik dat het wat moeilijker ging. Dus uiteindelijk moet je het samen doen. En dat gaan we volgend jaar nog beter doen, hoop ik.